Hey, kijk eens erbij. Zaterdagmiddag. Net iets na 2:30. Plaatsen we nog. Oké. Okay. Niet te veel zout, hè, want anders dan houdt het weer alles vast. Uitdroging, kan niet met deze. Kijk erbij. Lekker. Zo, best wat ook meegenieten. En? Hij is al goed gemaakt, hè? Hij is lekker, man. Kan niet van goed, vet, maar... Goed gegild? Deze heb je goed geregeld, man. Zo. Iets smakelijk, zeg ik dan. Zo. Ik heb even te beseffen net, hè, Lucas, dat ik gewoon 2 weken al niet gedronken heb. Zo. Dat is niet normaal. En hoezo drink jij niet meer dan, maat? Alles voor 8 oktober, hè? 8 oktober is... Kijk hoor, ik gooi hier nog wat shoot. Water gooi hier nog wat water bij. Kijk. Beer. Een hele scoop, hè? Een hele scoop vandaag op de zaterdag. Okay. Hier ook nog wat ijs. Ook voor jou zo. Lekker, maat. Deze dagen, jongens, 30 graden. Dan... Moet je gewoon met een koelbox lopen, want anders dan val je dood neer. Ja, dat is veel te warm, joh. Genoeg ijs erin. Kijk eens wat we daar hebben. Lekker hoor. Nou, ja, even zien hoe jij dat doet. Ben wel benieuwd. Hoppatee. Kijk, welk potje gaan we nemen? Allebei tegelijk? Of, allebei tegelijk. Hoe doen we ermee? Volle scoopjes erin. Dit is pre-workout en? Dit is de watermeloen, hè, bij mij. De watermeloen. Hoog in cafeïne. Nou, wat zei je er nou net? Cafeïne, die is wel even top, hoor. Dat is lekker, hoor. Kijk, dat is heel scoopy. Lekker, die ruikt goed, man. Ik bijna bestellen. Hij ruikt wel even... Ik ruik hem hier, hoor. En een pre-workoutje tropical. Nou, als dat geen goede... Zit er nog wat in? Tuurlijk, zit er genoeg in. Kijk eens. Lekker, maat. Kijk, een beetje special effects erbij. Nieuw tropical. Lekker fijn. Kijk. Ja, die is wel top. Lekker, hoor. Zoals we zakelijk, je weet toch. Kijk eens. Kijk eens even, en het lost ook zo... Gemakkelijk op. Geen klont, als we ergens niet van houden... Dan zijn het wel klompen, die moet je wegwerken. Kijk. Hoeveel scoops neem jij nou op een dag? Scoops eigenlijk helemaal niet zo vaak, man. Eigenlijk niet zo vaak, maar nu ik deze ken, ruik, weet hoe die eruit ziet, hoe die proeft, hè. Geniet ervan op de zaterdag. Oh, zo. Je hebt een operatie gehad, hè? Ja, klopt, man. Klopt. Draai me van. Doe even. Hoppatee. Nou, hoe dat precies ging, dat is eigenlijk gewoon een waarschuwing voor iedereen. Ibuprofen. Is de oorzaak geweest van de mooie jetsen hier zo. Ik heb weg gewoon een gat in mijn maag gebrand. En ja, daar moet je normaal gesproken maagbeschermers bij nemen. Is me niet aangeraden, ik wist van niks. Ik had last van mijn rug. Ik denk, nou, fysiotherapie, een paar pillen, dat werkt wel. Mm-hmm. Eindstand, ja, kwam ik ineens in het ziekenhuis terecht, man. Ik was nog eigenlijk, ik zat met mijn beste maat Floris, even 3 maanden in Barcelona wonen, genieten. Toen, ja man, ik ging er al ziek heen en ik ging binnen een week ging ik terug naar huis, man, met het vliegtuig. Lag ik in het ziekenhuis. Zo. 7 weken gelegen, 5 weken revalideren, nog thuis. Dus ik ben echt met sporten 4-5 maanden eruit geweest, man. Inclusief die rugpijn natuurlijk ook, mm-hmm, toch. Dus ja, maar je ziet het, de muscle memory die is gevaarlijk. Ja, we hebben gelukkig bestaat er muscle memory, ja. Zeker, man. Dus je zou niet zonder kunnen, hè. Want ik train nu 5 jaar of zo, alles bij elkaar. Ja, maar toen ik in het ziekenhuis kwam, was ik echt een gratenbaal. Mm-hmm. Zijn die 4 jaar, die zijn gewoon zo weg. Gewoon in 1 keer wegwezen. Ja. Maar dat komt door voeding, hè. Voeding is erg belangrijk, maat. Weet wat je doet, weet hoe je traint. En natuurlijk een prietje met de man hemzelf. Die helpt er ook bij. Ja, want wij kennen elkaar. Dat is wel grappig. Wij kennen elkaar. We zijn eigenlijk via de opleiding. Wij hebben elkaar in een opleiding gezeten. En later eigenlijk zijn we elkaar weer tegengekomen. Ja, jij kwam uit je revalidatie, hè? Dat was het eigenlijk een beetje. Ja, klopt. En toen zag je, zeg maar, dat ik met social media gewoon weer het een en ander op ging pakken. En toen, ja, zijn we aan de praat geraakt. Zodoende zitten we nou hier, man. Kijk, en het ergste is nog wel... We zitten gewoon hier in het zonnetje heel verkeerd. Het voelt wel een beetje Ibiza-achtig. Ibiza-achtig, hè? Hoe noem je die club nou? Ja, of zo? Nou, zo lijkt het wel, ja. Ushuaia. Ik zeg eerlijk, ik heb het net ook al tegen jou gezegd buiten de camera. Nederland is het mooiste land als de zon schijnt. Echt het mooiste land. En wat schijnt het vandaag? Heerlijk, kijk eens naar daar. Blauwe lucht, zonnetje erbij. Valt niet te missen. Maar, we zijn nu nog even... We're back to seriously. Ja. 8 oktober zie je er wel gelijk bij, dus dat is wel even dik. Zeker, zeker. We gaan ook gezien jouw achtergrond, gezien je status... Dat je er wel snel uit, ja, ik wilde zeggen snel, dat je wel weer goed op hebt gepakt. Mm-hmm. Zeker, ja. En, want ik stond van mij, had je laatste foto geplaatst, man, van vroeger of zo. Ja, zo, toen had je wel hele dunne armen. Ja, dus kijk, als je nu die
En we hebben nog niet eens getraind, hè. Er zit geen pomp in, niks. Helemaal niks. Ongepompt zijn deze armen. Slecht gegeten vandaag en toch zien we er zo. Nee joh, gekkigheid, gekkigheid. Nee joh, maar inderdaad, gewoon zo lekker trainen, joh. Even de chest meepakken. Ja, lijkt me wel. Dat vind ik wel een goed idee. Inderdaad, die fotoshoot. Zin in, man. Ja, die hebben we met heel het team, dus dat, iedereen is erbij. Precies. 8 extra's. 8 oktober weer. Extra's zijn er ook bij natuurlijk, dat is ook belangrijk. Een beetje de exclusieven zijn erbij. Uh-huh. Als je deze video nu al kijkt, die wordt gewoon een keertje samen trainen, een beetje connecten. Dat is helemaal niet erg. Kijk, ik ben PT, maar ik ben ook gewoon een guy die 1-op-1 met je kan chillen. Gewoon lekker praten, trainen samen, uitleggen. Ja, want dat ben jij, hè? Jij bent een personal trainer ook natuurlijk. Ja, zeker man, zeker man. Dat wil ik ook wel echt oppakken, man. Sowieso door wat ik heb meegemaakt. Oh. Business to business, wat moeten ze doen? Oh nee, je gaat niet samenwerken. Hè? Je gaat, als ze wat personal training van je willen, moet ik dat wel eventjes gaan regelen. Ja, zeker. Ik heb ook mijn eigen website die in de lucht is. www.pitwithluke.nl. Kijk, hoppatee. Ga het bekijken, neem contact met me op. Kan ook via Instagram, maar ben niet moeilijk. Ik heb een e-mailadres, dus kijk maar even hoe je het doet. Maar, dat is het eigenlijk. Merk je nou niet dat je gelijk gaat jeuken van wat je aan het drinken bent? Want ik moet eigenlijk binnen een kwartier in de gym zijn. Dan zit ik heel de tijd zo, alsof ik eczeem heb of zo. Ja, nou, normaal gesproken wel, maar door dat zonnetje blijf ik altijd wat langer zitten. Ken je dat? Ja. Hey, laat het even weten als je ook dat ook hebt. Als je denkt van, hey, het zonnetje is toch wel even lekker. Is wel een lekkere motion. Een lekkere vibe, noem ik dat denk ik wel beter. Zeker, zeker. Moet ik wel zien, zeggen. Normaal gaat het zweet een beetje langs je rug of je nek. Nou, ja. Ik heb toch net een druppel gehad die langs mijn kuit ging. Nou, dan weet je dat het erg was. En hij heeft toch een partij kuit, moet je kijken. Ik ga nu lekker alcohol lopen drinken en wat katjes en ditjes en datjes. Ik heb ook wel zin hoor, daarin, maar daar niet van. Mm-hmm. Alleen, het is wel een partij slecht met dit weer. Want ik, hoe je het bent of keert, ik heb gewoon de hele dag dorst. En dan kan je wel water drinken. Maar alcohol zorgt voor het lichaam die uitdroogt. Zeker. Dus zorg er gewoon voor dat je niet elke dag gaat drinken met dit weer. Snap je? En zorg in ieder geval ervoor als je dat doet, dat je dat na de zon ondergaat doet. Want dan heb je minder de kans dat je uitdroogt. Precies. Ja. Precies. En nogmaals, alcohol doe het niet te vaak, want het wordt alleen maar leuker. Nou, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Het is wel een probleem aan het worden voor sommigen, denk ik. Ook overal wordt een alcoholtje bij gevraagd en dan weer hier en dan weer daar. Dit weer sta ik zeker niet op een festival. Nee, te warm hè. Ja. Is niet te doen hè. Rotterdam Rave was het bloedverziekend heet. Echt. Niks naar Rotterdam Rave hè, want zeker Rotterdam niet. Rave niks aan doen. Stuk gemaakt nog steeds. Maar echt. Nee, veel te heet. Nee, want was daar. Was wel lachen trouwens hoor, Rotterdam Rave weer. Ja. Ik heb het zelf gemist, dus jij moet mij even inlichten. Wat is er allemaal gebeurd, joh? Ja, maat, ik lag op bed. Ja. Ik had al een zware avond gehad. Volgens mij werd ik wakker toen het nog maar. Hoe laat was ik wel? 5 uur of zo, joh. 5? Ja, man. Ja, man. Toen begonnen we net. Eerst, voor de allereerste Rotterdam Ree. Ja. Dus het was voor mij dat ik dacht zoiets van, nou, wat kan ik verwachten? Want het is we gingen een, met die gasten van Kustwacht en met precies. Tim en zo, die waren er ook allemaal bij. Het is ook wel een stuk harder toch? Is dat wel zo? Ja. Pardon. Dat is best wel, hard, ja. Alleen, heel eerlijk, dat doet Rotterdam nu even natuurlijk wel lekker expres. Alles op hetzelfde tijdstip zetten. De grote artiesten en de grote gasten. En ja, heel eerlijk, dat is natuurlijk gewoon niet handig. Nee. Je bent natuurlijk 5 kwartier aan het wandelen om van steeds naar steeds te komen. Ja. Vrienden kwijt. Ja, dat gebeurt vaak. Lopen weer als mummies over de hele plein heen. Door de water, mummies. Door de water. Een handje gekocht, moet je even kijken. Super vlot. Kijk eens. Ik dacht even, het was een klein tussenstop. Ik dacht, ik neem deze bril ook mee. Niet op ik zie jullie zo in de gym. En dan gaan we een beetje fietsen en een beetje lopen. En, bewegen. De onderkin trainen. Een beetje zweten, dat hoort er ook wel bij. Zo. Zweten dat heb ik al gedaan. Dus, ik weet niet of je het nog wel hebt. Duimpje omhoog voor het verhaal van Luc. Want dat gaan we wel. Dat is wel interessant. Hè? En als je ook vragen hebt over hoe in dit geval jij dat hebt gedaan. Precies. Nou ja. Vraag het gewoon raak, weet je. Nogmaals, niks is te gek. Ze kunnen jou in je inbox gooien, sliden. Jazeker, mocht je gewoon vragen hebben, dan stel ze gewoon. Beantwoord je sowieso graag. Ik denk wel.
Ik ga deze nu zo 1, 2, 3 naar achter gooien. Ja. Let op, hè. Hartje voor de sfeer. Oh, nou dat setje van Clan Quest erop achter van mij. Wow! Zeker, niet te veel energie verspillen, niet te erg zweten. Energie heb je niet nodig op deze manier. Precies. Spendeer je energie op de juiste manier. En niet gelijk 5 keer 5 finale. Het is al warmte. Gaan we. Erbij, hè? Wel meer gewicht erbij nou, hè? Als je maar die feit... Nu geef ik jij, hè? Ik ben aan de beurt. Goed. Oh, hij filmt gewoon door, natuurlijk. Jongens, van meer? Nee, toevallig. Stop erbij. Doe hem lekker erin. Laat hem heel blij. Gaat er mee trainen, natuurlijk. Equipment. Even een beetje rust boven de borst. Setje, maat, mooi setje. Nou, je merkt toch wel dat je minder energie hebt, andere soorten energie met de partner. Nogmaals, geen onnodige kut reps van maat. Gewoon lekker snel, lekker vlot. Gewoon lekker kort. En het is ook, hè, hoe... snel weer training klaar. Precies. Precies. Want het is niet per definitie als je meer herhalingen doet dat je meer afgetraind wordt, meer definitie. Ja, dat maakt niet uit. Ze scheuren. Krachttraining is gewoon de manier hoe je traint. En je moet ook jezelf af en toe net even anders trekken dan normaal. Precies. Goeie. Om te onthouden. Houd kort en krachtig in training.
Ben je snel klaar? Ga je snel weer naar het strand? Of ga je partner? Aan een wijntje. Of hè? Misschien wat je misschien niet doet. Vlammen maar. In de beker. Zitten we erop voor vandaag, lekker de wind in, hè? We gaan misschien nog even het windje opzoeken. Nu komt hij al een beetje, maar dicht bij de kust is toch lekker. Oh, passie erbij, passie erbij. Ah. Oh, wat lekker, zeg!